En de uitstoot van CO2 gaat intussen nog steeds omhoog. Grootouders voor het Klimaat heeft 24 juni uitgeroepen tot dag van de urgentie. Vandaag protesteren ze in het centrum van Rotterdam om aandacht te vragen voor klimaatsverandering. De wereld staat in de fik en ik zou het willen bussen, maar het lijkt een hele redelijke doelstelling. Ja, dankjewel. Dag, ik ben boven hoor, met een stoere oma. Mijn eigen zorgen zijn groot, want ik zie dat, wat iedereen ziet in de krant, wat iedereen kan lezen. Er zijn hittegolven, er zijn bosbranden, zijn mislukte oogsten, er zijn orkanen, het zeewater wordt te warm. Er zijn op zoveel punten zijn er ontwikkelingen die echt zorgelijk zijn. En wij halen het nog wel, maar onze kleinkinderen en alle kleinkinderen in de wereld, daar hebben wij zorgen over. Ik ben bang voor dat er eigenlijk weinig mooie wereld overblijft voor hun, voor de kleinkinderen. Mijn kleinkinderen zullen laten zeker vragen van opa, heeft u zelf ooit wel eens wat tegen gedaan? Dus daarom. En hoe reageren mensen hierop? Ja, dat is heel wisselend. Sommigen die vinden het geweldig en anderen die schelden je uit. Dat komt ook wel vrij veel voor. Grootouders voor het Klimaat trekt letterlijk aan de bel. Verschillende Rotterdamse kerken luiden daarom om 11:55 hun klokken. Eigenlijk op het moment dat mijn kleinkinderen geboren werden, bijna 4 jaar geleden de eerste, dacht ik, het gaat niet goed. En ik maak me zorgen over wat het voor deze kinderen als volwassenen en ouderen gaat betekenen. En toen ik 1 jaar geleden met pensioen ging, dacht ik, nu heb ik de tijd om daar werk van te maken. En zo is dat langzamerhand, dat balletje gaan rollen. Happy New Year, de wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, stik in de tijd, tijd. We zijn hier ook al voor het klimaat. We Wij ruimen alles op de straat, want wij hebben afvalgrijpers. Precies.